Ja,
jongens. Wel zelf midden. Kom je wat aan, kom op. Snel, snel nemen. Nee, kom. Kom op! Ik doe geen verbannen! Kom op, verband op! Blijven doorgaan! Ja, ja. Goed zo, goed zo! Goed zo! Goed zo! Goed zo! Ga ervoor! Hey! Ga ervoor staan! Ja, Milo. Milo, even dit kopje erin. Die actie van net was goed, hè? Gewoon blijven proberen. Kom op, kom op. Twee minuten erin aan de rechterkant. We hebben echt een slechte keeper, jongen. Ja, kom eens. Ja, ja! Oh! Ja, ja! Kom, ga me helpen dan! Ja, oh! Goed, ga mee! En ook deze wedstrijd is alweer over de helft van de tijd. Dat betekent dat zo langzamerhand de volgende teams zich op moeten gaan maken voor hun eerste wedstrijd. En dat zijn de twee meisjesteams. De Trimaran gaat zo meteen het doel verdedigen aan de kant van de respectvlag. En ze komen uit Schagen en zij verdedigen het doel bij de sportservice. Ook verdedigen, jongens. Kom op, Oray. Kleine 5 minuten. Hou jullie gereed. Op dit moment kijken we naar de wedstrijd tussen Blue Desk en de Pyramide. Dat zijn de teams uit respectievelijk Alkmaar en Horen. Die hier vanmiddag op het Kruifkoord in Den Helder te gast zijn. En aan het eind van de middag zullen wij weten welk jongensteam zich gaat plaatsen voor de halve finale. Goed zo. Voor jou, naar voren. Kom op, kom op! Ja!
Snel ermee. Ga door, Donnel, kom op. Doorgaan. En scheidsrechter opgeleid. Yes. Niet alleen hier in Den Helder is dat belangrijk. Overal gelden die regels. Daar werd ook op gelet vanmiddag. Hoe ga je om met de tegenstander? Hoe ga je om mocht je een wedstrijd verliezen? En hoe ga je om met onder andere de dus niet alleen de uitslag is belangrijk. Maar ook het sportieve gedrag wordt naar gekeken. Thank you.
deze wedstrijd zit ook alweer op de helft van de speeltijd. 12 minuten. Ik wil u nog wat informatie geven over het kruispoort voetbal. Niet alleen in Nederland, maar in dit seizoen 10 spelen vanmiddag 3 wedstrijden. Deze wedstrijd duurt nog een kleine 2 minuten.
meisjes van Jean Verne. Jullie worden verwacht bij het side-event. Oftewel hier vlakbij de bus bij het doel. Meiden van In 2013 deden ruim 20.000 kinderen wereldwijd mee aan het Cruijffvoetbal 6 versus 6, zoals het officieel heet, oftewel 6 tegen 6. De verwachting en de hoop is dat het over 4 jaar al 30.000 kinderen zijn. Dus dat betekent dat het groter en groter aan het worden is. Nou, van kinderen begrijp ik ook dat het ontzettend leuk is om te doen. De energie spat er ook vanaf, moet ik zeggen. Op dit moment de laatste voetbalwedstrijd van de voetbalboys naar de desk. Zij willen heel graag nog 3 punten toevoegen aan hun totaal van deze middag. Hierna krijgen we Dream Team tegen de Pyramide. En die wedstrijd begint een minuut of 7. Ja, dat
Afkomstig hier uit Den Helder. Ja, zij spelen ook een thuiswedstrijd. En scheidsrechter opgelegd. Alkmaar, gefeliciteerd Boris. Ook jullie gaan volgende week strijden voor een plek in de finale. Blijf voor de Amsterdam. Ook jullie gaan op de foto natuurlijk. Hartstikke mooi.